Dit is mijn oude straatje waar ik jaren gewoond. Ik ben hier trouwens geboren in dit huis. Glaziestraat 140. Het is heel anders dan dat ik dacht. En vroeger is er een heleboel gebeurd in dit woninkje. Maar wat er allemaal gebeurd is, dat is ook wel een beetje uit een vervelende tijd, uit de oorlogstijd. Vlissingen had het zwaar in de Slag om de Schelde. De stad is 75 dagen lang gebombardeerd. En dat had grote gevolgen voor de bevolking. Toen zijn we vanwege de veiligheid zijn we naar de overkant gegaan, woning 113. Want daar zat een grote kelder in. En daar hebben we met het hele gezin gezeten. En in diezelfde nacht dat we daar naartoe gegaan zijn, is dit kamertje door een granaat getroffen. We lagen gelukkig niet meer in ons eigen bedje. En was heel die voorpui was behoorlijk kapot. En onze bedden hingen ergens in de lucht te zweven. Dus zaten we aan de andere kant van de woning, of van de straat, zaten we een stuk veiliger. We woonden vlak achter de Schelde. En de Schelde was natuurlijk erg gevaarlijk, want dat werd eigenlijk door diverse bombardementen werd dat getroffen. Maar ook, er waren veel verkeerde bombardementen. En er zijn er ook hierachter zijn er heel wat huizen getroffen. Op de hoek van de straat is het kerkje getroffen. En het café van Hinsen is getroffen. Dat is allemaal in de loop van de tijd gebeurd, maar het gebeurde wel en het was heel erg. Ik was nog een mannetje van een jaar of acht. Wat kreeg u er toen van mee? Nou, ik heb er wel heel veel van meegekregen. Maar ik ben ook een heleboel dingen vergeten hoor, die in die tijd gebeurd zijn. Want ja, je staat er ook later ook niet meer zo bij stil. En het is tenslotte ook 70 jaar geleden. Hè? Dus dat is ook wel moeilijk.